Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren in de Nationale Assemblée aangegeven dat zij degene is die het beleid maakt op het ministerie. Indien de bond zich daarmee zou bemoeien, zou dit anarchie of ordeloosheid in de hand werken. De bewindsvrouw reageerde hiermee op de vraag van het lid Raymond Sapoen. Hij wilde weten welke oplossing de minister heeft voor deze slepende kwestie. Het lid Sapoen heeft het over 30 miljoen voor cultuur. Het bedrag met betrekking tot PURP bedraagt een lening van 20 miljoen US dollar, geen 30 miljoen. Dus ik weet niet precies waar u dat bedrag vandaan heeft. Er is inderdaad een tijdslijn uitgezet en die wordt dus ook heel goed gevolgd. Er is een kleine vertraging, maar we zijn nu met de aanbesteding bezig. En we proberen dus die inhaalslag te maken, zodat de bouwactiviteiten kunnen beginnen in het derde kwartaal van dit jaar. U heeft het over het conflict op cultuur van een groot deel van het personeel. Dat is absoluut niet waar. Het departement cultuur telt 305 werkers en daarvan zijn er 52 in actie. Dus dat is ongeveer een zesde. De onderwijsminister haalde ook aan dat er veel overleg is geweest over deze kwestie. Het ministerie heeft volgens haar een handreiking gedaan richting de bond, maar die blijft op zijn standpunt. U vraagt naar de gevolgen. Nou ja, dat is dus zo dat de gevolgen nauwelijks te merken zijn. En ik heb ook aan de bondsvoorzitter gezegd, dat geeft eigenlijk aan dat we dat deel van het personeel heeft zichzelf eigenlijk overbodig gemaakt. Het kan ook niet zo zijn, het beleid van het ministerie wordt gemaakt door de minister. Die wijst ook de directeur en de onderdirecteur. Die zijn in functies. De directeur is belast met het hoogste ambtelijk gezag op het ministerie. En wanneer een bond gaat eisen dat de directeur en de onderdirecteur moeten vertrekken, dan gaan we precedenten scheppen. En dan wordt de anarchie in het land nog groter. Dat heb ik ook in bijzijn van de president aan de bondsvoorzitter uitgelegd. Dat was onderwijsminister Ferrier gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2019. Ze ging ook kort in op de kwestie IOL. Volgens de minister gaat het niet om de integratie van dit instituut, maar om het uitgroeien tot een kwalitatieve goede HBO-opleiding, waarbij de docenten op zijn minst een masteropleiding hebben.